Hallo, ik ben Christel. Welkom op mijn kanaal Christel Blue. Ja, dit wordt de vrouwelijke tweelingziel reading. Tips van hoe of wat er gebeurt, hoe je moet handelen, dat soort dingen. Tips van het universum. In ieder geval, de eerste kaart is keuzes maken voor de vrouwelijke tweelingziel. Welke dweil zal ze gebruiken? Gebruikt ze deze of die andere? Waarmee gaat ze schoonmaken? Schoonmaken in haar leven? Wat gaat ze kiezen? Oké, en hier hebben we de Page of Cups. En ja, de Page die is iemand die liefde aan kon bieden. Ja, je wil je liefde aanbieden aan de mannelijke tweelingziel. Kijk. Hier wil je eigenlijk de meeste energie insteken, hem water geven. En hier zie je, ja, oudere mensen kunnen niet ouder zijn. Maar hier wil je eigen meeste energie insteken. Hè? Je wil dat deze bloem behoorlijk gaat groeien. Dat hij komt, dat hij echt een volwassen bloem gaat worden. Dat hoop je. Dus je steekt best wel energie geestelijk. In deze mannelijke tweelingziel ook misschien wel. Dat je echt met hem veel praat en zo. Als jij contact hebt. Want je wil investeren en liefde geven. Want zo zit je in elkaar. En vrouwelijke tweelingziel. Je wil graag hem liefde geven. Toewijding. Dat hij kan groeien. Dat hij water krijgt. Levensenergie. Zodat hij op gelijk niveau met jou komt. Je wil eigenlijk die liefde van je mannelijke tweelingziel. Dat hij, ja, naast je komt zitten, biertje drinkt. In ieder geval die cup van liefde aanbiedt. Dat hij jouw koning wordt. Ja, en daar zit je geduldig op te wachten. Je denkt, waar blijft hij? Ik zit maar te wachten. Maar ja, hier staat de bezem. Misschien moet je bij jezelf ook nog wat schoonmaken. Dat je dat vergeten, denk je, ik zit te wachten, en hij komt maar niet. Maar je moet misschien nog wel dingen schoonmaken in je leven, dingen wat je niet meer past uit je leven zetten. En hij misschien ook. En daarom zit jij misschien te wachten. Maar wachten is nooit goed, ga aan de gang. Ga aan de gang met die bezem. Hij moet er ook mee aan de gang, je mannelijke tweelingziel. Je moet ook schoonmaken in zijn leven. Al de dingen die je niet passen uit je leven zetten. Dat kunnen ook vrienden zijn. Mensen die je belemmeren in de groei. Kamersrelaties. Werk wat niet past. Dat moet allemaal opgeruimd worden. Anders kan je heel lang wachten. Als je dat niet doet, kan je heel lang wachten. Ja, want je wil feest vieren. Hier is ook nog een baby. Je wil een nieuw begin. Misschien wil je ook nog wel een babytje van je mannelijke tweelingziel als het mogelijk is. Als je nog jong bent. Maar je wil feest vieren. Nieuw begin met dat babytje. Dat wil je graag. Maar ik ga even deze lezen. Tenminste, voorlezen. Ja, dit is de kaart van loslaten, onthechten en verder gaan. Je moet misschien iets loslaten in je leven. Ook al zijn mensen wanhopig om je heen. En dat kan ook betekenen dat je uiteindelijk je mannelijke tweelingziel moet loslaten. Zodat hij kan groeien. Maar het liefst wil je hem steeds water geven. En dan denk je van, ja, hij verdrinkt bijna, ik wil hem helpen. Maar hij komt vanzelf weer uit het water hoor, wees niet bang. Universum helpt hem. Dat hoef je echt niet te doen, je hoeft hem niet zelf te helpen. Hij komt hier zelf uit. Het is ook beter voor zijn groei dat hij het zelf oplost. Ook al hou je veel van hem, wil je hem voeden, wil je hem water geven. Maar laat los. Laat ook los dingen die je niet dienen. Als je in een relatie zit en je krijgt constant berichten van het universum. Van je moet deze relatie kan je beter verlaten. Laat het ook los, hoe moeilijk het ook is. Ik snap best wel dat het vreselijk is, ook als... Zit je misschien in een hele liefdevolle relatie voor je, denk je,
Van ja, het is zo'n lieve man waar ik nou bij ben. En het doet zo pijn als ik deze man verdriet moet doen. Voor het hogere doel. En ik krijg steeds berichten van het universum. Steeds maar signalen, dromen dat je dat toch moet doen. Laat dan los. Laat dan los. En laat je mannelijke tweeling zien los als het echt niet dient op dat moment. Hè. Je hoeft het niet altijd los te laten, maar voor zijn eigen groei moet je soms hem loslaten. Ja, ik had ook gezegd met eventueel seksuele dingen. Ja, mannelijke tweelingziel, die zit vaak in angst. En dan zoekt hij troost. Zoekt hij troost misschien met jou. En door liefde te krijgen van jou. En, maar ja, dat is niet geen goede ontwikkeling. Want hij gaat zijn leven dan niet veranderen. Dan denkt hij, oh, ik krijg toch al wat ik hebben wil. En dan gaat hij weer steeds weer terug naar de karmische relatie. Dan blijf je in zo'n visuele cirkel ronddraaien. Laat hem los, laat hem zelf uitzoeken. Geef niet dat seks, zeg maar. Omdat hij dan weer troost krijgt bij je en denkt, nou, dan blijf ze wel bij me. Laat hem even gaan. Laat hem gaan, laat hem los. Totdat hij veranderd is, echt voor je kiest. Want zo kiest hij niet voor je. Als ik 100 keer teruggaat, hè, dan kiest hij niet voor jou. Dus geef duidelijk je grenzen aan. Want ik merk toch wel, ik doe natuurlijk privé-readingen, dat het vaak gebeurt. Dat mannelijke tweelingzielen steeds maar op en neer het leven van de vrouwelijke tweelingziel binnenhuppen. En dat moet je voorkomen. Gewoon laat los. Het universum brengt jullie vanzelf samen. In ieder geval, de vrouwelijke tweelingziel die moet even wat detoxen. Voor haar gezondheid. Ja, chemicaliën. Ja, ik zelf ben dus glutenvrij geworden. En ik doe een beetje minder lactose. Want dat is echt niet goed voor mijn darmen. Ik heb een spastische darm. En ik had echt de hele dag buikpijn. Want ik had heel veel speldbrood, roggebrood, dat soort dingen. De hele dag door had ik buikpijn. Totdat ik een droom kreeg over quinoa. En quinoa, dat is, ik zag ook die pitjes, die zaadjes. En dat is glutenvrij. En het universum gaf mij die droom. En toen dacht ik, jeetje, dat is glutenvrij. Dus ik moet mijn gluten beperken. En dat heb ik gedaan. Dat doe ik al misschien een half jaar of zo. En ja, ik heb gewoon niet elke dag meer constant de hele dag buikpijn. Ik heb wel eens buikpijn natuurlijk, maar niet meer de hele dag. Echt, ik krampeerde de hele dag van de buikpijn. Ik ging steeds meer roggebrood eten, speldbrood eten. En er zit een soort lijm in brood eigenlijk. En dat is slecht voor je darmen. Dat gaat aan je darmen hechten. Dus dat heb ik dus gedaan. En het gaat een stuk beter met mijn buik. Dus ja, misschien moet jij ook een bepaalde gifstof vermijden. En sommige mensen worden steeds allergischer. Je bent zelf misschien ook allergisch geworden. Als je spiritueel groeit, dan krijg je ook steeds meer dat je allergisch bent voor allerlei dingen. Dus detoxen. En een second opinion. Ja, als je bijvoorbeeld naar het ziekenhuis bent geweest zoals ik. En ze willen je niet verder helpen. Zoals bij mij. Ja, ze zeiden van, het scheelt weer. Ja, blijf er maar mee lopen tot het groter wordt. En dan zeg ik, nee, ik wil een second opinion. En dan gaan ze mij behandelen. En die behandeling is 27 februari. Had ik bericht dat ik dan voor een dagopname moet komen. Dus daar gaan ze eindelijk iets aan doen. Dus een second opinion. Als je denkt van, nou, het lukt me niet. De vraag is second opinion. Het kan soms de hele andere kant op gaan, net als bij mij. Blijf er niet mee lopen met je klachten. En hier staat ook mediteren. Ja, om weer rust te krijgen in jezelf. Ik heb genoeg meditatie staan. Meditatie voor het kracht, die innerlijk kind. Chakra healing. Tweelingziel meditatie. Ja, ik weet niet wat voor meditatie ik nog meer heb staan. Maar ja, mijn ontmoeting met Jezus, geloof ik. Ja, doe mediteren of gewone meditatie. Sluit je ogen en probeer gewoon kijken wat er komt. In ieder geval over de liefde. Blijf je openstellen. Je zielsverwant kan anders zijn dan je verwacht. Anders zijn je type. Ja, ook al laat je hem los. Ja, in je hart kan je natuurlijk niet.
Je blijft natuurlijk van deze man houden of vrouw, of hoe je kijkt. Tijdelijk loslaten, maar stel je hart wel open, maar niet dat je, hè, tot op een bepaalde hoogte. Dus wel je hart openstellen, hem licht en liefde sturen, maar hij moet het toch zelf opknappen, hè? In ieder geval, geef uiting aan je liefde, maak een romantisch gebaar. Ja, dit komt eraan als hij klaar is, hè? Dan kan je genoeg liefde aan hem geven. En ja, de gesprekken van hart en hart. We spreken en voelen ze alle eerlijkheid met elkaar. Ja, dat is hard nodig. Hard nodig. Ja, dat doet de mannelijke Therese haast niet. Hè? Het lijkt alsof ze geblokkeerd zijn in hun keelzakken, maar ze kletsen haast niet. Ze uiten hun gevoelens niet. Of ze praten alleen maar koetjes of kalfjes. Niks bijzonders. Echt, waar ze echt mee zitten, dan, dat vertellen ze niet. En soms praten ze helemaal niet. En hoor je een jaar of zo niks van ze. Of 2 jaar sommigen. Ja, dat is echt verschillend per tweelingziel. En dan, ja, later kunnen we misschien lekker samen op vakantie genieten van de vrije tijd die je samen hebt. En hun opzien op huwelijksreis. In ieder geval de dierenkaartjes. Maak je dromen werkelijkheid. Ja, dat gaat gebeuren. Misschien is het nou nog niet zover. Maar je kan ook andere dromen uit laten komen. Is het niet de droom nog met de mannelijke tweelingziel om samen te zijn. Maar je kan wel werken aan andere leuke dingen in je leven. Andere dromen uit laten komen. Ik kan tarotkaarten. En ja, misschien dat jij ook iets wil. Iets eigen bedrijf wil opzetten. Of dat je opeens een mooie schilderijen gaat maken. Of een boek gaat uitgeven. Ja, er zijn zoveel dromen die je uit kan laten komen. Richt je daarop in plaats steeds op de mannelijke tweelingziel. Ja, breng nieuwe ideeën tot leven, staat hier ook. Dat is de aal. Ja, dus misschien heb je heel veel plannen, misschien ben je hartstikke creatief. En denk je van, nou, ik zal dit wel doen, maar iets houdt je tegen. Maar laat je dromen uitkomen, werk aan jezelf. Geniet van de dingen, wacht niet wanhopig op je mannelijke tweelingziel. Laat hem even los. Laat hem zelf zijn hartje opruimen. Zijn bagage opruimen. En doe zelf leuke dingen. Want liefde is al is overal om je heen. Je hoeft niet alleen op de liefde van de mannelijke tweelingziel. Maar er zijn genoeg mensen om je heen die je liefde kan geven. En waarvan je ook liefde kan ontvangen. Hier staat ook, focus je op de dingen die je moet doen en zie wat er moet gebeuren. Kijk, er zit een groot glas bij, hè, voor de kleine lettertjes. doe het effectief, wat je ook nodig hebt. Behoud je kracht, je intentie en je focus. Dit is niet het moment om gebrekkig of grillig te zijn. Je focus je op je doel. Wat je wil in je leven. Haal je aandacht een beetje weg van de mannelijke tweelingziel. Maar doe gewoon de leuke dingen waar je zelf vrolijk van wordt en happy van wordt. Want steeds maar zitten in die energie van de mannelijke tweelingziel. Ja, die maakt moeilijke tijden door en dan voel je ook steeds de energie. Dus leid jezelf af. Ga leuke dingen doen. En ga hem vooral niet achteraan rennen bij hem. Laat hem maar de uitdager zijn. En niet dat jij steeds uitdager bent. Laat hij nou maar eens de moeite doen om achter jou aan te rennen. Straks. Wanneer het tijd is, hè? Ja, wees vooral rustig. Wat er ook om je heen gebeurt, bewaar je rust. Blijf kalm. Vrouw op 22. Je hebt ook compassie met jezelf. En ook met elke cel in je staat er. Want je bent een vrouw vol compassie. Over andere mensen. Je hoeft niet alleen compassie te hebben voor je tweelingziel, man. Maar ook voor jezelf. En voor de mensen om je heen. Heb ook het moed om je leven vol passie te leven. En vol, ja. Wees moedig. Durf die stap te wagen.
En wees ook blij. Wees blij met het leven. Hier staat ook, neem rust, want je wordt vastgehouden. Neem pauzes, neem rust, zoveel mogelijk, om weer te herstellen van alles wat al geweest is. Want 2019 was een heftig jaar. Misschien heb je heel veel achter je maandelijke tweelingziel aangezeten. Misschien ben je nou wijzer geworden dat je denkt, nou, ik laat het universum nou maar het werk doen. Ik leef gewoon mijn eigen leven. Op dat punt moet je komen. Dat je denkt, nou, ik ga niet meer aan mezelf denken. Ik ga niet meer achteraan rennen. Ik heb al genoeg moeite gedaan. Laat het universum zelf maar hem naar mij toe brengen. Zo moet je gaan denken. En dan ga je het manifesteren. En wees alsjeblieft niet zo wanhopig. Want ik kom heel veel wanhopige mensen tegen. Heel veel wanhopig. Dat ze het niet betrekken. Ja, en iedereen, elke tweelingzielvrouw, heeft zo'n moment. Maar daar moet je nou overheen gooien. Dat je denkt, ik laat het gaan. Ik weet niet of die komt. Ik zie wel. Het universum moet het maar regelen. Ik leef mijn eigen leven. Zo moet je denken. En dan is de reunie dichterbij dan je denkt. Ja, want je wordt geroepen voor je reis. Where are you being called to journey to? Ja, je wordt geroepen op je reis. Maar ja, het is wel de bedoeling dat je later met je tweelingziel die reis gaat maken. Maar ja, als hij er nog niet is, dan maak je reis er gewoon alleen. Net als ik. Net als een lichtwerker. Gewoon dingen doen voor de mensheid. Gewoon je reis zelf voltooien. En dan zie je wel of de mannelijke tweelingziel komt, ja of nee. Je kan het ook alleen, totdat hij komt. Je kan het ook alleen met de rookkaarten doen. Of iets anders voor de mensheid doen. Je hoeft niet meer op hem te wachten. Je kan je eigen weg volgen. Je hoort hem als je niet per se hem nodig hebt. Dan kan je het ook alleen. Je kan al heel veel mensen helpen. Op jouw manier. Zonder de mannelijke tweelingziel. Dat is in je kracht komen. Dat is wat het universum ook wilt. Dat je niet afhankelijk bent van je mannelijke tweelingziel. In die kracht moet je komen. Ga in die kracht staan. Je hebt hem niet nodig. Laat hem zijn eigen boontjes doppen. Ook al belt hij 100 keer op met problemen. Maar zeg nee, je gaat het zelf maar uitzoeken. Ik werk ook aan mezelf. Jij moet het ook doen. Want je moet de strijder zijn. De warrior man. Woman. Ja, gelukkig is het een woman en geen man op het kaartje. Ja, er staat, heb je beantwoord je diepste calling? Ja, misschien kan je al iets met je missie doen. Misschien ben je er ook wel mee bezig. Net als ik als lichtwerker. Dat je ook al mensen helpt met dingen. Zijn er vrouwelijke tweelingzielen die aan andere collega's tweelingzielen helpen? Om elkaar te steunen. Hele steungroepen op Facebook. Hele groepen zijn er om elkaar te helpen. En wat is je diepste roeping? En wees een strijder. Geef niet op. Als je valt, sta op. En dit is het zwaard van de waarheid. Spreek je waarheid. Ook straks tegen je mannelijke tweelingziel. Als hij weer op de stoep staat met... Ja, sommige mannelijke tweelingzielen zijn nog steeds verslaafd. Dan zeg je, hoe is het met je verslaving? Ja, ik ben nog steeds verslaafd. Dan zeggen, ja, kom maar terug als je niet meer verslaafd bent. Ja, zo moet je ze aanpakken eigenlijk, hè. Of als ze komen voor seks. Ja, nou, ben je al uit een relatie? Nee? Oké. Dan is de deur op slot voor jou. Totdat je uit die relatie bent. Wees je strijder. Wees je strijder. Jij leeft mee met anderen. Bekijk de zaak van de kant van de ander. Ja, je kan niet alleen niet met een mannelijke tweelingziel bezig zijn. Maar ook met anderen. In je omgeving. Wees romantisch. Overlaat geen van je hoop en aandacht en genegenheid. Ja,
dat ze komt, als zij terugkomt, kan je dat met alle liefde doen. Het universum brengt hem vanzelf terug. En dan kan de samensmelting van harte plaatsvinden. Er is een liefdesband die geen verduidelijking nodig heeft. Jullie zijn elkaar verbonden. Jullie komen heus wel samen. Maak je geen zorgen. Het universum zorgt daarvoor. En deze, ja, er is veiligheid en bescherming om je heen. De engelen beschermen je, helpen je. Aartsengel Michael kan je aanroepen voor veiligheid en bescherming. En accepteer die hulp dan. Ik weet dat het goed voor mij is om alle andere mensen uit de hemelse, om de hemelse hulp te aanvaarden. Ja, aanvaard die hulp van de hemel. Ja, en als je in een situatie zit die je niet dient, trek jezelf eruit terug. Aartsengel Michael, ik wil je vragen je vlammende zwaard te gebruiken om alle gehechtheid aan angst en dramatische toestanden door te snijden, zodat ik mezelf blijf in de wetenschap dat er overal vrede is, zowel in mezelf als in deze situatie. Ja, als je nog in een situatie zit wat je niet dient, trek jezelf terug. Ja, je hebt de situatie geschapen en je hebt ook de kracht om hem te veranderen. Ja, als je in een situatie zit wat je niet dient, werksituatie, een familierelatie, ja, daar kan je uitkomen. Vooral je werk natuurlijk, ja. Het is rottig natuurlijk. Ik ben ook mijn werk verloren. Maar ik was al lang niet meer happy daar. Ik was al lang niet meer happy, dus ik vroeg aan het universum, ja, ik wil eigenlijk weg. En die gaf mij een torenmoment, zodat ik ook kon vertrekken. Maar ik vond het, ja, vond echt geen leuk werk meer. Dus ja, alles wat je niet dient, zorgt het universum ook voor dat je dat kan verlaten. Richt jezelf op een goddelijke en volmaakte gezondheid. Ja, de gezondheid van de vrouwelijke tweelingziel is denk ik nog wel een beetje, ja, te wensen over in een heleboel gevallen. Je krijgt heel veel gezondheidskaarten, second opinions, detoxen. Ja, aartsengel Michael. Ja, ik denk dat je daarna, ik denk ook dat het een stuk beter gaat hoor, als je deze reis achter de rug hebt. Maar luister naar de boodschap van het universum, zoals ik die boodschap van het universum kreeg van Quinoa. En ik ben heel blij mee dat ik dat kreeg. Ja, luister dan naar die boodschappen. Of misschien dat er iemand komt op je pad die vertelt over gezonde voeding. Heb ik ook al meegemaakt. Ja, dus dat zijn allemaal boodschappers van het universum eigenlijk. Goed, ik heb alles gehad hè. In ieder geval bedankt voor het kijken en word lid. Geef me een like en tot de volgende keer. Doei!